onderzoek oor geloof in 'n tyd het begin en eindig met briewe aan Willie Esterhuyse. So hy het vir Willie Esterhuyse, wat meeste van u ken as 'n filosoof, oorspronklik wat teologie gestudeer het van Stellenbosch. Hy het vir hom as gespreksgenoot in hierdie geval gekies en ek sou wou begin leer te hoor hoekom en wat, ja, waar lê die verskille en ooreenkomste met Willie Esterhuyse? Ja, dit is Willie Esterhuyse. Dat is nogal voor hom belangrijk. Ik heb het ook nou geleerd. Nee vrienden, ik weet niet wie van jullie die boek gelezen is, niet sommigen dan toch, Geagte Jahwe. Dit is een boek wat so 1 jaar of 3 gelede verskyn het. En Willie Esterhuyse is natuurlijk een bekende Afrikaanse filosoof, een denker, een van die belangrijke denkers zeker in die Afrikaanse geleerders. En die boek is nou eindelijk een van de verschillende boeken wat hy geskryf het, wat de mensen een beetje, zeker is een ontstel dan nou as jy dit lees. En nou die boek begin nou ook met die opmerking, jou boek Geagte Jahwe het my moerig gemaakt. Jy het so gesê. Nou, staan daar is 'n boekhandelaar wat nou probleem het met die boere. En dan het gesê, nee maar, weet nou nie mooi nie, as dat een zware kom, weet nou nie wat hulle die boek sal populair kan hou. So sommer kyk. Maar die teendeel is daar nou ook so, die boek het my in sommige opsigte kwaad gemaakt, maar in ander opsigte het het my ontroer. En dit is so. Dit is een boek wat vir 'n mens ontstel, maar dit is ook een boek wat vir jou ontroer.